Als editor hoop je natuurlijk altijd dat je prachtige beelden terugkrijgt van de shoot. Dan heb je natuurlijk nog geen film. Dus we zijn wel een aantal maanden bezig geweest met een team. In de edit komt dat echt samen en dan ga je het tot leven brengen met de visual effects. En natuurlijk het geluid. Uiteindelijk kun je altijd in post wel weer alles fixen. En ja, nu is het wel heel mooi geworden.